mensen, leuk dat jullie kijken naar een dagvlog. Gaat het goed? Gewoon neerleggen. Ja, maar ik heb er twee. Dus de ene is voor de kat. Oké, het gaat heel snel. Ik ga een dagvlog voor jullie houden. Ik kom net terug van school. Het is eigenlijk al best wel laat. Maar ik ga zo gewoon zoveel mogelijk dingen filmen. Dit is het oudje. Witte broek met t-shirt van Jill Store. En we gaan nu OMW naar Den Boschje. Because we're going to do our nails. Want dit is dus echt belachelijk wat we nu hebben. Het lijkt alsof er een hond aan heeft geknabbeld. Dus de nagelsalon was nog een beetje te druk. Dus daarvoor hebben we al een afspraak gemaakt over 3 kwartier. Dus ik sta nu in de Koopman. En ik heb dit setje aan. En ik vind hem heel leuk. Dus deze gaan we meenemen. Er staat Colorado hierop. En ik vind hem wel cute voor de zomer met mijn Converse's. Ja, nee, dit gaan we dus even niet doen. Het lijkt alsof ik super klein ben in deze jurk. Kijk, als hij iets... Ik kon niet aan mijn woorden langer was. Niet op het topje, ik heb geen ander shirtje. Maar ik vind deze heel cute. Jongens, ik heb het groene setje, een witte trui en een zwart rokje. Heel cute. En mijn moeder heeft hetzelfde setje als ik, maar dan in neon. Niet tegelijkertijd aandoen dus. En mijn zus heeft een jurkje, de Sally. We've got fashion. Fashion. Nou ja, ik heb al zin in Portugal. Ik ga op vakantie naar Portugal trouwens. De tweede week gaan we, hebben we een huisje in Portugal. En de derde week gaan we gewoon kijken wat we nog willen doen. Dus we zijn alvast... Ik heb echt wel... Ik ga gewoon zeg maar... ik ga niet eens in mijn kleding. Ik ga gewoon alvast een aparte kast voor zomer. Ik heb gewoon alles nieuw gekocht voor wat ik in de zomer aan wil. En alles in mijn eigen kast. Ja, dat nemen we gewoon niet mee. Dus ik heb er wel zin in. Ik heb corona shoppings gedaan. Dus ik heb de laatste tijd echt veel gekocht eigenlijk. Maar ik ga bijna op vakantie en dan wil ik wel een beetje nieuwe dingetjes. Maar jullie zien me nooit met nieuwe dingen lopen. Omdat ik dat pas allemaal ga sparen voor vakantie en dan bam. Ik kan al mijn Insta-foto's met nieuwe outfits. Nou jongens, mijn nagels are off. Kinda like it. Kijk, ik heb ze in een ronde vorm gedaan. Want dat past het beste bij mijn... vingertjes, maar I like it. En nu gaan we weer terug naar de auto. Ja. Thanks, meneer. Nu gaan we weer terug naar de auto. En ik ga dus vanavond uit eten met mijn moeder alleen. Dus ik ga even wat leuks aantrekken. Even een van mijn nieuwe dingetjes. But I like it. Like it. We gaan bij Mood eten. Mama, is daar in Eindhoven? Ja. In Eindhoven. Sushi. En echt heel erg lekker. Want er staan echt super lange wachtlijsten. Maar we hebben geluk. Want er was toevallig waren er mensen die niet meer kwamen. Dus wij gaan dadelijk rond. Ik weet niet hoe laat het nu eigenlijk is. Het is nu 7 uur. En we hebben om 7:45. Dus we gaan nu naar huis. Even iets anders aantrekken. And then we're eating. Yay. Dus papa gaat met Fiona lekker eten. Package. Nou jongens, ik heb dus een pakketje ontvangen van Chiquel. Mijn honden zijn aan het plassen. Maar kijk, hoe leuk. Weer in samenwerking met hun. En ik mocht er wat outfits kiezen. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan. En die is dus nu opgestuurd. En ik ben echt heel benieuwd wat er allemaal in zit. Ik ga het even openmaken. Oké. Hier, er zit nog iets in zo'n hele leuke zak. Kijk, we gaan het even openmaken. Ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb gekozen. Dus dat maakt het extra spannend. Dit is denk ik een topje. Oh, wat schattig. Oh nee, het is een broekje. Oh my god, kijk. Het is een kort broekje en shortje. Ik vind hem echt super leuk. Ik hou echt van dat soort shortjes. Oké, dan hebben we... Oh, dit is sowieso dat een... Ja! Oh, dit wilde ik zo graag. Ik ben zo blij dat ze deze hebben gestuurd. Deze wilde ik echt heel erg graag. Even kijken waar de opening zit. Oh, hier. Oh, dit was echt een van mijn favorieten volgens mij. Volgens mij is het een jurkje. Of het is een jumpsuit. Ik weet het niet. Maar
Oh ja, dit is het jurkje. Kijk hoe schattig. Kijk hoe leuk dit jurkje is. Dit is zo'n bloemenprintje. En ik vind hem zo schattig. Ik vind hun kleding zo onwijs mooi gewoon. Echt ziek leuk. Nou, I love it. I love it, love it, love it. Dan... Oh, ik moet het echt even iets verder open gaan maken. Een broek, denk ik. Oh ja, dit is die mooie broek. Oh, ze hebben echt alles opgestuurd wat ik heel graag wilde. Dat is echt top gewoon. Maar... Roll the dice. No. Dit is een broek. En oh, ik vond hem zo mooi. Op de... Oh, hij is echt leuk. Kijk, het is zo'n... Ja, hier zit hij dus open aan deze zijkanten. En aan de onderkant is hij dus zo baggy. En ik ben heel erg benieuwd hoe zo'n soort flare broek bij mij eigenlijk staat. Maar kijk hoe leuk dit is. Ik ga het dadelijk allemaal aantrekken en dan zie ik allemaal. Want het is echt zo leuk. Oké, en dan heb ik een shirtje binnengekregen. Deze is ook in het soort van... Ja, dit heeft een beetje dezelfde kleur beige, zeg maar. Zoiets is het. En ik vind echt de laatste tijd beige echt zo'n mooie kleur. Kijk wat voor een leuke top. Oh, dit is zo'n off-shoulder top. Yo guys, we zijn even snel omgekleed. En we gaan nu naar Mood. Ik heb echt honger. Ik heb echt sinds dat ik thuis ben niks meer gegeten. So, I need a sushi. Dit is het oudje. Jurkje van Chiquel. Vestje van... Geen idee van de koopman. Net gekocht, maar geen idee wat het merk is überhaupt. En mijn Converse's. Love it. Toch zijn wel een goede aankoop deze laarsjes. En mijn nagels. Oh, ik ben echt in love met mijn nagels. En het matcht ook echt bij deze jurk. En mami ziet er zo uit. Jurkje van de Zaar. Jongens, ik was helemaal vergeten dat ik mijn camera bij had. Dus ik heb eigenlijk niks gefilmd. Maar ja, ik weet niet of je zit te wachten op een beeld hoe wij aan het eten zijn. Maar we lopen nu weer naar de auto. Het is echt gezellig hier. Kijk, iedereen zit, ik weet niet wat ze aan het doen. Ik kan echt niet filmen, joh. Ik kan echt niet filmen. Kijk hoe gezellig. Stel scherp. Misschien. Leuk. We zitten. Nou jongens. I had a really nice day. Vandaag was wel echt leuk. Oh, mijn lenzen. Die moeten echt uit. Oh, dat ga ik met jullie doen. Wacht. Jullie weten, ik heb dus nagels nu. Nou, ik had al nagels. Maar nu heb ik nepnagels. Kijk. Ze zijn toch mooi. Alleen, de vraag is... Kan ik mijn lenzen eruit halen? Dat kon ik dus niet. Met mijn oude nagels. Mijn plaknagels die ik zelf had gedaan. Maar nu ben ik dus heel erg benieuwd of ik dat wel met deze kan. Ik hoop het. Anders gaat het fout. Maar we gaan het zien. Ik heb een spiegelapparaat. Even mijn handen een beetje met lensvlies. Oké, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, ik heb hem. Yes! Daar is mijn ene lens. Nu moet mijn andere ook nog even anders aan. Ja, ik voel ze een beetje, maar ik kan ze eruit halen. Dus no stress. Nou, top! Nou, dat was namelijk nog even de vraag. Aangezien, ja, ik ga dus op vakantie. En dan moet ik dus mijn lens meenemen. Maar ik heb geen andere meer. Dus als ik ze dan niet eruit krijg, ja, dan ben ik een beetje de lul. Maar ja. Ik moet even mijn make-up eraf gaan halen. Maar eerst wilde ik een shoplog aan jullie doen. En ik wilde nog, dat was eigenlijk de reden dat ik mijn camera aanzet. Maar, nou, vandaag is best wel een leuk dagje. Wat kort wat ik heb gedaan. Ik ben naar een school geweest, maar dat heb ik niet gefilmd. Ik ben naar de stad geweest, heb mijn nageltjes laten doen. Ik ben heel erg blij. Het is gel lak ook nog eens. En ik heb mijn tenen ook gedaan. Ja, ik vind het niet zo fijn om mijn voeten te laten zien. Maar ze zijn roze. Dat je het weet. Er zit gel lak op. Dus,
voor in de zomer is dat over helemaal clean, weet je wel. Heb je zo van die lekkere, schone nagels. Ik hou daar echt van. Oh, love it. Dat is. En daarna ben ik nog in de stad. Oh, nou, voordat ik kon gaan nagels doen, moesten we nog eventjes 3 kwartier in de stad rondhangen. Nou, geen probleem voor ons natuurlijk. Dus ik ging even bij een paar winkels kijken. Ik heb bij de Zara een broek gehaald. 34. En het is een straight fit. En nou ja, dit is de onderkant. En hij is heel erg leuk met gaten. Ik heb eigenlijk nooit zo'n broek gehad. Maar ik vind hem wel cute. En dan ben ik nog... Oh, dit broekje heb ik nog van Chiquelle. Maar die moest ik even meenemen van boven. En dan ben ik nog bij de Koopman geweest. Dat is echt een hele chille winkel, al zeg ik het zelf. Ik heb deze witte trui daar gehaald van Melting Stockholm. Stockholm? Geen idee hoe je het uitspreekt. Maar het is een witte trui. En dat vond ik wel leuk, van die leuke rokjes in de lente een beetje kan je dat dragen. Nou, en dan heb ik nog dit rokje van Thunder Fox, ook van Koopman. En dat is dit rokje. Dit hebben jullie allemaal gezien in de paskamertjes, maar dit is even kort van wat ik heb gehaald. En dit setje nog van, goeie vraag, ik weet namelijk helemaal niet waarvan. Amy en Ivy. Van Amy en Ivy. Nou, dit is het setje. Mijn moeder heeft hem ook in het roze. Super cute. En dan een nieuwe zonnebril. Oh, daar kan ik niet. Een Ray-Ban zonnebrilletje. Heel cute. Maar echt heel cute. Kijk hoe cute. Voor in de summer. Moeten we wel hebben aangezien, ja. Ah, oh my god, like it. Nou, ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, ik vind het toch helemaal leuk. Ik hou echt van deze zonnebrillen. En beter een goede zonnebril. Dat je wel even de hele vakantie gewoon een goede zonnebril hebt. Dan dat ik met van die shine brillen loop. Die heb ik ook nog gekocht, maar dat is gewoon een beetje voor de sier. Nou ja. Dus dat is helemaal leuk. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus dat heb ik allemaal vandaag gehaald. Ik heb nog heel veel in mijn kast ingegaan. Aangezien ik ook heel veel kleding voor in de zomer heb. Even serieus. Mijn schoonmaakster is geweest. Die heeft al mijn nieuwe kleding weer erin gepleurd van de was. Nou, niet normaal weer. Dan sluit ik bij deze de vlog af. Ik hoop dat jullie deze dagvlog leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Dus doe nog even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer in de reactie. Wat? Abonneer op mijn kanaal en laat een leuke like achter. En dan... daar klopt volgens mij helemaal niks van. Laat een leuke reactie achter. Like deze video. En abonneer nog eventjes achter deze video. Like deze video. Abonneer even. Gewoon abonneren. En reactie. Doe dat. Ja, ik ga lesje Nederlands pakken. Adieu!